Ik weet niet of de buitenwereld elke dag bij taxonomie daaraan zal denken. Maar als wij straks over 10 jaar een verschuiving van de financiën zien in de richting van groene investeringen, dan denk ik dat er een hoop analyses tot de conclusie zullen komen. En dat is begonnen toen met die groene taxonomie. Ja, de groene taxonomie. Het is natuurlijk niet de beste term, niet heel sexy. Maar goed, dat is Europees beleid wel vaker niet. Maar het is uiteindelijk een hele belangrijke categorisering, kan je het noemen. Van wat is nou een groene investering? Dus vanaf, hè, als deze taxonomie geldig is, ja, dan betekent dat elke groene belegger aan voorwaarden moet voldoen voordat hij zijn belegging ook echt groen mag noemen. Er zijn op dit moment gewoon geen regels. Dus elke bank, elke investeerder kan in zijn portefeuille iets aanbieden als een groene investering. En dat kunnen zij met, natuurlijk zijn er wel eens controles op en er staan dan in rapporten wat het is. Maar wie gaat dat lezen? Maar gewoon puur het label, dit is een groene investering, ja, dat kan iedereen gebruiken. En het mooiste is natuurlijk dat ik als GroenLinkser de hoofdonderhandelaar was. En ja, dat betekent dat je tot in de laatste eindjes zit je aan de onderhandelingstafel om nou ja, de laatste deal te sluiten, wat eind december, vlak voor kerst, is gelukt. Nou, het belang van deze taxonomie is dat je dus echt regels krijgt wat een groene investering is. Degene die echt een groen label wil gaan gebruiken, die moet de taxonomie gebruiken. Dus dat is een heel duidelijk iets. Je kan niet meer het groene label dan zomaar gebruiken. Je moet echt aantonen dat jij aan die categorisering voldoet. Dus die markt gaat het meteen merken. Maar we hebben ook aangegeven, die partijen die eigenlijk zeggen van ja, wij onze investeringen, wij hoeven die taxonomie niet. Hè, wij zijn helemaal niet geïnteresseerd om groen. Dan moet je dat wel uitleggen waarom je daar niet aan meedoet. Dus dat is toch ook wel een impuls voor de wat vuilere investeerders. Dat je toch eigenlijk moet gaan aantonen waarom je ergens iets niet aan meedoet. Nou ja, plus het is natuurlijk, je zal nog heel veel vervolgbeleid hierop zien. Denk even aan de huidige discussie die we Europees hebben over het investeringsfonds. En er zijn natuurlijk allerlei vragen over bijvoorbeeld hoeveel kost de Green Deal? Nou, daar zijn schattingen voor dat daar per jaar toch wel een paar honderd miljard euro ingestopt moet gaan worden. Het is gewoon een investering, hè, in een nieuwe economie. Dat is hard nodig. Ik denk dat niemand daar echt op tegen is. Maar ja, dat betekent wel wat. Nou, dat betekent dat we flink wat privaat kapitaal die hoek in moeten duwen. Nou ja, dan is zo'n taxonomie ook heel belangrijk. Zodat eigenlijk de marktpartijen weten waar de overheid naartoe wil. En dat is naar een Green Deal, nieuwe economie. Nou ja, dat stimuleert dus de investeerders om ook echt de private investeringen in die groene hoek te gaan investeren. Ik denk dat het effect van deze wet natuurlijk aanvankelijk moet de markt er nog aan wennen. Maar je ziet nu al in de hele politieke discussie die we nu overal zien bij investeringen, dat partijen zeggen van eigenlijk moeten we dit aan de taxonomie koppelen. Dus je zal zien dat in die discussie die taxonomie steeds meer leidend wordt en eigenlijk wel het principe wordt wat wij een groene investering noemen. Ja, en als dat zo'n algemene bekendheid krijgt en zo'n algemeen gebruik, ja, dan zul je zien dat de markten richting die groene taxonomie willen. En dan zullen we echt een toename zien in echte groene investeringen. En dat is precies wat we willen. Dus het effect op lange termijn, ja, naar alle verwachting, is gewoon echt groot. Zoals altijd met Europese regelgeving, we zijn er nog niet. Dit is nog niet het laatste plaatje wat wij willen. Eigenlijk al eerder hadden wij als Groenen gezegd, en dat had ik als rapporteur ook ingediend, is kijk, het is hartstikke goed als wij een groene investering identificeren. Maar je moet eigenlijk ook weten wat een niet-groene investering is. Denk even heel simpel, de Europese Investeringsbank die zegt wij willen een klimaatbank worden. Nou, daarvoor willen wij de helft van onze investeringen willen wij voldoen aan klimaat en biodiversiteit. Nou, oké, dat is eigenlijk, kun je zeggen, groene taxonomie. Dat, als dat straks is gedefinieerd, dan weet de Europese Investeringsbank de helft van onze portefeuille moet naar wat onder die groene taxonomie valt. Maar ze hebben ook gezegd, 100% van onze investeringen mogen nooit tegen Parijs ingaan. Het Parijsakkoord, klimaatakkoord. Dus we willen om een klimaatbank te zijn er ook wel voor zeker zijn dat onze hele portefeuille niet een negatieve effect heeft. Ja, dan heb je dus meer nodig dan een groene taxonomie. Nou, daar heb je dus een bruine taxonomie voor nodig die aangeeft, oké, dit is groen, maar de bruine taxonomie laat zien en dit is een niet-groene, eigenlijk een fossiele investering. En dat moeten we dus niet doen. Nou, dat was helaas nog niet mogelijk.
was gewoon in het politieke proces een meerderheid, ook in het Europees parlement, wilde dat niet, vond ons daarin te ver gaan. Nou, ondertussen, zo gaat het wel vaker, eigenlijk de wet is nog niet eens aangenomen en je hoort nu steeds meer geluiden van partijen die zeggen, eigenlijk hebben we zo'n bruine taxonomie nodig. Afgelopen week, Europese Centrale Bank, die hebben ook aangegeven, het zou wel heel handig zijn als er een bruine taxonomie komt. Ja, dan zit je wel even achter je computer met je hoofd tegen het toetsenbord. Want dat was precies wat we voorstelden, niet gelukt. Maar oké, Lagarde vraagt er nu om. Wij kunnen zeggen, nou commissie, je moest er toch al aan werken. Misschien moet je dit versneld doen. Interessant is, ook de Europese Commissie zelf, die eerst ook tegen was, ziet nu al in dat dat eigenlijk wel nodig is. Dus ik denk dat we versneld werk gaan zien om die bruine taxonomie, in ieder geval die discussie weer te krijgen. En dan gaan we alsnog aan een bruine taxonomie werken, wat we al eerder hadden willen doen. Maar oké, dan iets wat vertraagd, maar dan krijgen we dat alsnog. En dan heb je straks echt de beoordeling van de hele financiële sector, wat een groene investering is, wat een neutrale investering is en wat een niet-groene investering is. Ja, en dan zul je echt een impuls zien voor heel veel investeringen die in ieder geval weg willen van die bruine taxonomie en meer in de richting van een groene taxonomie, zodat we onze Green Deal ook met private investeringen een werkelijkheid kunnen maken.